Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Resident Evil 4. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben we samen met Lewis geprobeerd de uitgang van de grot te vinden. En na heel veel slagen en stoten zijn we helemaal naar de top gegaan. Alleen stond Jack Krause daar op ons te wachten. Hij heeft Lewis vermoord. Hij heeft ook nog tegen ons gevochten, maar daarna is hij gevlucht. En hoe dit verder gaat, we hebben geen idee. Dus heb je er opnieuw weer zin in? Ram natuurlijk uit, blijf dat zou ik super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de support. En dan gaan we verder met hoofdstuk 12. You were a fine knight, Don Quixote. Ik vind het heel zielig voor Lewis, want op het moment dat hij eindelijk eerlijk tegen ons is... You won't get away with this, Krauser. En op het moment dat hij eindelijk de waarheid vertelt, krijgt hij een mes in zijn rug. Maar hij heeft ons wel heel goed geholpen. En ons doel is nog steeds om Ashley te vinden. En met deze lift kunnen we helemaal naar het topje van de grot. En dan kunnen we dus ook de grot verlaten. Maar... Oh... There's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful? Yeah, you should. Dat weet ik zo net nog niet. Ada is maar een beetje... Beetje tricky. Want ze geeft nu wel de locatie door. Van Ashley en sorry Merchant, maar ik heb niks om te verkopen en ik heb ook niks om te kopen. Maar laten we in de kabelbaan stappen. Is wel een mooie kart. En dan gaan we dus naar de klokkentoren. Where's the clock tower? Hang in there, Ashley. We weten niet hoeveel vijanden hier op ons staan te wachten. Maar gelukkig hebben we goede wapens bij ons. En ook veel ammo bij ons. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Not unyielding, Mr. Kennedy. However, I'm afraid it ends here. Expel this intruder! Okay, ze staan dus op ons te wachten, maar... Ramon Salazar gaf ons wel een applausje. Ik weet alleen niet of ik daar heel blij mee moet zijn. En ik wil meteen even onze nieuwe shotgun uitproberen. Okay. Hij is niet heel erg sterk. We hebben hem natuurlijk ook nog niet geüpgraded, dus dat is wel logisch. Ons pistooltje daarentegen, die hebben we heel sterk gemaakt in de tussentijd. Want daar hebben we namelijk een extra anderhalf power upgrade op gezet. Auw! Auw! Dus als we ook ermee raak kunnen schieten... Dan hebben we niet meer heel veel kogels ervoor nodig. Maar raakschieten is nog wel een probleempje af en toe. Even snel spulletjes meenemen. Tegelijkertijd oppassen voor alle boogschutters. Maar als ik er een zie, dan kunnen ze hem krijgen ook. Kijk, daar staat er een. Ik heb mijn scoper expres even afgehaald. Puur omdat we niet hele lange afstanden hoeven te schieten in dit kasteel. Dus dan is die zonder scope fijner om te gebruiken dan met scope. Zoals je ziet. Wow! Wat is dit? Het is goed. Oh, kijk uit! Wow, die had ik even niet verwacht. We moeten zo meteen heel snel. Nu dus. Nee, niet nu! Nu dus erachteraan gaan rennen. Met de meelopen, met de vlam meelopen, met de vlam meelopen. En nu erlangs, nu erlangs, nu erlangs. Voordat hij weer. Ik was op tijd. Voordat hij weer aangaat, wou ik
zeggen. Stomme, 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 stomme fakkel. Oh, hij blaast nu hier, joh. Ik ga er meteen achteraan. Oh, dit ga ik niet redden, dit ga ik niet redden, dit ga ik niet redden. Ik moet doorrennen. Ik kan er niks aan doen. Maar ik moet wel even wat medicijnen nemen. Wow. Ik kan geen medicijnen nemen nu. Wacht. Gaan we alle twee maar even liggen als je het niet erg vindt. Oké, die is neer. En die is ook neer. Ik wou net medicijnen nemen en dan staan ze in één keer weer voor je. Jullie moeten heel even wachten. Ik neem de groene, rode en gele medicijnen. Want dan krijgen we tegelijkertijd ook net iets extra HP erbij terug. Pas op! Ik ga hier staan. Ik blijf hier staan. Ik weet niet wanneer die bal hier naartoe komt, maar ik sta nu in ieder geval... Ik sta nu in ieder geval veilig. Want daar rolt hij langs. Ik moet nu doorrennen, want ik weet niet wanneer de volgende bal komt. Maar er komt alweer de volgende, ik zie hem al. Pas op voor de bal! Pas op voor de bal! Oh, die heeft het ook maar net overleefd. Ik moet nog reloaden. Alsjeblieft, daar ging je schild. En daar ging ook meteen je hoofd erbij. Die is ook neer. En ik ga heel even wachten tot de volgende bal langs komt rollen. En dan rennen we weer een verder stuk naar boven. Want als ik nu ga, vertrouw ik er helemaal niks van. Kijk, daar komt de bal. Oh, wacht! Ik kan ook gewoon jou door je kop heen schieten natuurlijk. Dat is een sterk helmpje die op had. Maar, nu kan ik gewoon rustig verder lopen. Want nu komen er geen ballen meer naar beneden. En hier kan ik naar de lift toe. Oh, wacht, wacht, wacht. Ze komen allemaal naar boven. Wacht. Snel naar boven, snel naar boven, snel naar boven. Laat die bal vallen. Ja. Ja! Kijk uit! Er komt een bal aan, jongens! Ja, ik zag ze aankomen rennen! Voor het geval dat ze nog niet allemaal dood zijn, komt er nog eentje aan. We kijken hoeveel er naar boven kwamen, joh. Die leven allemaal niet meer. Dat was wel 300 IQ. I like it. Er komen er nog meer naar boven, maar die laat ik eventjes over. Hier hebben wij nog wat extra munten. Hier hebben wij nog een klok die we kunnen verkopen voor heel veel munten. En dan via hier... gaan wij met de lift naar boven. Uh-oh. Is hij neer? Hij is neer, hij is neer, hij is neer. Ik wilde hem meteen even helemaal uitschakelen. Want anders laat hij namelijk onze vijanden veranderen in allemaal monsters. Dus ga maar daar staan, ga maar daar staan met z'n allen. Ze zijn zo onwijs dom, dat is echt niet te geloven. Maar ze weten waar de lift stopt. Terwijl ze rennen allemaal volle vaart naar boven toe, maar dat is echt niet slim van ze. Oh. Oh, ik kan niet schieten. Even wachten. We kunnen weer. Oh, pas op, pas op. Ze springen op de Liffy. Mijn Liffy, jongens. Afblijven. Ik wil grepen. Oh, komt goed. En de priester ligt weer op de grond. Dus dat is sowieso goed.
Moet altijd als eerste eventjes focussen op die priesters. Want die sturen namelijk iedereen aan. Hij gaat nog hoger, jullie gek. Niet meer eraf beuken! Ons is echt zo sterk geworden nu. Maar dit is ons eindpunt. We zijn boven in de klokkentoren. Precies de plek waar we moesten zijn. Ik maak meteen even 7 extra shotgun shells. Want dan weet ik ook zeker dat we die gewoon kunnen blijven gebruiken. Oi, oi, oi. Wat gebeurt er? Ik wil hier het liefste zo snel mogelijk weg. Maar daar... is Ramon Salazar, maar ook Ashley. Ashley. En het is wel een klein mannetje, hoor. Wacht jij maar, Ramon, want je gaat dit namelijk niet overleven. That son of a bitch. Ja, dan zijn we helemaal hier naar boven geklommen, maar we waren te laat. Wij moeten dus naar die deur zien te komen. En ik heb geen scope nodig, joh. Komt goed. Nee, dat is 1. En dat is 2. Ik kan er de scope opzetten, want hij zit gewoon in mijn koffer. Maar... ik loop heel rustig. Want ik vertrouw er ook helemaal niks van. Maar ik moet je zeggen, ik begin wel een klein beetje te wennen. Oké, we zijn er overheen. Aan de Iron Side. Wat inhoudt dat ik de scope helemaal niet nodig heb, joh. En daar is onze goede vriend weer. Staat er nog iets leuks hier? Jazeker. Gele kruiden zijn heel belangrijk. En... oh. Hij heeft nog een geheim gangetje. En die merchant die staat altijd voor verrassingen. Want kijk. Anders hadden we dit mooi niet gevonden. Want er lag ook nog een first aid spray. Om onszelf te kunnen healen. Voor de rest heb ik even niks nodig, goeie vriend. We kunnen beter eventjes wat extra munten opsparen. Zodat we zometeen heel veel upgrades in één keer kunnen uitvoeren. Want de wapens die we op dit moment bij ons hebben, die zijn gewoon echt al heel erg sterk. Dus vandaar dat ik hem eventjes skip. So, I have delivered the girl to you as promised. Do tell our Lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon. Schiet hem door zijn hoofd. A fool, Mr. Kennedy, to have been bestowed with Lord Sadler's. You talk too much. You vulgar. Nice. Really uncivilized. Nice. Growl. Zo makkelijk is het om hem uit te schakelen. Ik bedoel maar. Wacht. Ik had beter mijn mond kunnen houden. Godverdomme! Ik zie precies waar ik hem moet raken. Maar ik ben hier niet zo heel blij mee eigenlijk. Ik dacht, wij hebben hem in één keer uitgeschakeld. Dat was wel iets te makkelijk. Maar hij verandert gewoon in een ranzig monster. Gadverdamme, het is zuur.
Daar moet ik niet inlopen. Naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts! Hij ligt hier. Ik hoop dat ik op tijd ben. En dat ben ik zeker weten. In je puist, jongen! Als je maar je poriën moet ontstoppen. Kijk uit hoor. Ik sta hier expres heel veel onder. Daar kon ik niks aan veranderen. Ik raak hem wel goed, alleen ik moet letten op mijn pistool ammo, want ik heb er namelijk nu nog 18. Wajo. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Dankjewel, extra handgun ammo. Ik laat gewoon die paal voor me staan. Dit bedoel ik, dan kan hij me niet goed raken. Hij is weer naar beneden gevallen. Zo, we moeten weer ons mesje in zijn puist steken. En dat doen wij op die manier. Je kan het zo vaak zeggen als je wil, maar het gaat je niet lukken. Ik zit te wachten op het juiste moment. Oftewel, nu. Want die paal die beschermt ons. En hij valt weer. Hij valt weer op precies dezelfde plek. Ren, 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 ren. Dat was heel slim. En ons mesje is nu kapot. En we hebben nog 8 kogels. Dus ik ga wisselen naar onze rifle. En ik blijf gewoon die paal gebruiken als mijn cover. Oh, dat is wel echt niet fijn. Weet je wel hoe ranzig je bent? Ah. Ik wist dat het een ranzig mannetje was, maar dit is wel iets te ranzig voor mij doen. Ik zie nog wel dat er hier beneden wat ammo ligt, dus ik ga het nog wel even meenemen. Maar de brug is naar beneden gekomen, oftewel we kunnen onze... Even eromheen lopen. Wij kunnen onze weg vervolgen. Maar waar neemt Jack Krauser Ashley mee naartoe? Want dat weten we niet. Nu is er hier niks meer dan bergen en water. Dat waren heel veel spulletjes. Hij neemt hem mee. Hij geeft vol gas, hoorde je het in de verte. Wij zitten opnieuw weer. Ik kon het niet laten. In een grottensysteem. Maar wat we zeker weten is dat Ashley en Krauser hier niet zijn. Perfect. Won't have to swim after all. Er ligt nog een extra boot voor ons. Ik zie wel aan de overkant nog een kistje staan. Dus ik loop heel even snel daar naartoe. En daarna gaan we gewoon volle vaart achter Ashley aan. Extra 15 9mm ammo. Stap maar in, Leon! Oh. Looking for something? En Ada heeft de sleutel voor ons.
Dus hoe dit verder gaat, dat gaan we de volgende keer weer zien. Mocht jullie hebben genoten van deze aflevering, ram dan natuurlijk kaart blij, dat zou ik super gaaf vinden. En dan zijn we morgen meteen weer terug met het vervolg van Resident Evil 4. Dus hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.